Yo, goeiedag, dames en heren, appels en peren, ladies and gentlemen. Welkom hier bij Dreams Gaming. Farming Simulator 22 gaan we vandaag weer doen. Dit nieuwe aflevering op de map Gelderland. Nou, vorige keer hebben wij hier dus gras afgereden. Ik denk, weet je wat, moet een beetje grasverzorging komen. Of, nou komen niet, maar moeten worden gedaan. Ik denk, nou, weet je wat, we gaan gewoon doen en ik neem dat gewoon weer mooi op. Zo vaak doe ik dit toch niet, dat, grasverzorging, dus ach, yo. Ik ga weer wat. We nemen het lekker op, waarom ook niet? Zo weer mooi met de John Deere. Ach, en dan komen we er wel weer. Een mooi stukje boerenwerkzaamheden. Ach, en gras moet gewoon worden verzorgd, ja. Des te meer haalt me er uiteindelijk weer af. Dat is toch ook een beetje wat het om gaat, of niet dan? Win de weekend achter de rug. Hartstikke mooi. Heb hem ook allemaal weer overleefd. Ik wil zien dat ik het haast nooit doe. Want het achteruit rijden met dat spulletje is ook een ellende. Maar dat geeft niet. We komen er wel. Het duurt even. Heb je wat? Een hoop ellende. Ja. Zo. Kom weer naar beneden. Doen we hem aan. GPS aan, hoppatee. Hartstikke mooi man. Moet je toch eens kijken. Een mooie herfstachtige ochtend. Lekker vroeg, een beetje donker zelfs. Maar hé, hey, we hebben lampjes, dus dat maakt ons niet al te druk. Als ik idee, dan hoort hij weer. Gaan, ja hoor. En toppers, weer hartstikke bedankt voor die dikke duim onder de video, hè. Helemaal top, man. Dank u, dank u. Mijn dank is groot. Ja. En wordt zeer zeer gewaardeerd, uiteraard. Ja hoor. En hetzelfde als de abonnees die erbij zijn gekomen. Helemaal geweldig. We gaan al bijna de 600 tegemoet. Het is gewoon, ja. Het is gewoon een groot feest, jongen. Het is geweldig. Dank u wel. En welkom allemaal. Ja hoor. Welkom bij je dromenfamilie, het Dream Team. He? Raam al los, kan een beetje doorwaaien. Lekker man. Op deze frisse, fruitige herfstochtend. Ja. Als ik idee, moet eigenlijk wel een bemesting op. En nog wat kalk, denk ik. Maar, komt wel hier. Wat hebben we zakken? Wat zie je die? Hier heel mooi gedaan, of niet dan? Zo, knalden we hem weer terug. Ah, dat ging helemaal mooi. En zou direct weer nieuwe graszaad in, dus dat is straks een prachtig mooi dik grasveld. Nou, moeilijk woord, ik moest even nadenken hoe dat nou heet, hè? Maar ik heb het ontdekt, ik weet wie het heet. Ja, het is wat, hè? Maar dat is ook weer niet nodig, zo, kan het zo wel goed zien, hè? Ook van binnenuit is dat wel een leuk. Kijk eens. Oh. Zit erbij, jongen. Oh, schitterend. Prachtig, mooi stukje werk wel. Ga niet super hard, niet speciaal of zo, maar ik vind het wel leuk om zo te doen eigenlijk. Het is me totaal wat anders, ja. Anders is het altijd maar oogsten, ja, kaafrijden, weet ik wat. Nou, even een beetje verzorging. Even met walsje, met saai combinatie erachter. Is ook nog niet eens zo heel verkeerd werk, moet ik zeggen. Eigenlijk. Nou, mag maar dat ding. Ja. Topper. Dan gaan we alweer de winter tegemoet, jongens. Oeh, nou wordt sneeuwschuim, denk ik. Verder moet ik. Ik niet zeker, maar ik denk dat het wel. Even lachen, hè? Dat wordt slippen. Nu weet ik het allemaal. Leuk man.
Oeh, de zaadtank is bijna weer leeg. Nog 23%, 58 litertjes. Moet straks even weer vullen. Geen probleem, we hebben het wel. Dus komt goed. Ja hoor. Achterpret niet drukken. Ik neem een slokje water, door al dat geklets. Een beetje dorst gekregen. Oei, wat lekker. Maar niet heus. Pom, 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 pom. Ja, dan moet ik mooi wat afleveringetjes mogen maken hier. Hè? Allemaal geweldig. Zo, in het mooie Gelderland. Dikke prima. Ja hoor. Dikke duim. Hartstikke mooi. En zo rijden we lekker heel de tijd. Maar waar rij je, hè? Misschien een stukje werk, ja. Hoppatoi. Klaar alweer. Laten we nou wel even kopbakkers doen. Waarschijnlijk hebben dit wel zeker. Als dat nog veel te mensen, want volgens mij doet die wals af en toe al iets walsen wat niet gewalst moet worden, maar goed, doe maar, doe je niks aan. Toverklompje, hè? It will happen, hè? It gebeurt. Pom pom pom. Ja, mooi hè. Die omgeving ook zo, jongens en dames. Het is ook helemaal nog niet zo heel lelijk, hè. Het weer is meestal wat prut, regenachtig en ja, koud. Maar de plaatjes, mooi. Niet zo heel slecht, moet ik zeggen. Oei, de tankkast is leeg, hoor. En veel te veel aan kletsers. En eigenlijk, hoor, ben ik beginners aan de verkeerde kant, hoor. Oh jee. Oh. Oepsie. Alhoewel, Os. Ik heb hier nog. Kopakker, Os. Ja, dan gaan we weer op Sidutch. Maar daar kan ik dus nog overheen. Maar het allermooiste was eigenlijk gewoon aan de andere kant beginnen, natuurlijk. En dan zo weer terugwerken. Ja. Eigenlijk wel, hè. Maar ja, heb ik niet gedaan. Nog weer te ver doen. Ik wil ervan kletsen. Oh, 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 oh. Dream team, dream team, dream team. Wat bent u toch aan het doen? Oh nee. Nee, nee. Oh nee, dat gaan we niet doen, grote vriend. Dat is niet nodig. Kan altijd nog. Dat is nu niet noodzakelijk. Ja. Op het uit. Dan gaan we dan. Even gauw weer nieuw gras zaden van. Ja, in principe had het ook zonder zaad kunnen, had dit huidige gras omgewalst, zeg maar plat gewalst. Maar ik moet zeggen, zo een fris zaad er weer in, dat is natuurlijk nog altijd weer beter, lijkt mij. Dus, vandaar dat ik dat even doe. Een beetje extra werk, maar dat geeft helemaal niks. Levert ook weer meer op, ja. Dat is het belangrijkste. Kijk, die ben een herfstwandeling aan het maken. Mooi, mooi weer nog. Even van genieten. Helemaal super. Ik zal mijn zwaailamp mee maken doen. Dat ik hier nog wat verkeerd tref, hè. Maar rijd gewoon door, geeft niks. Overkomt je, doe je niks aan. Niet over inzitten, gewoon doordoen. Lekker, lekker, lekker. Ja, hoor. Ga mijn richting op mijn haal aanstaan, dames en heren. Oeh, jee. Dat mag toch nooit? La 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 la. Zo. Eens even kijken.
Dan doen wij alvast een klepje open. Nee. Klepje open. Nee, nee, hou maar. Dan doe ik het wel hier. Ik weet niet meer welk knopje. Plop. Dan die. Dan zaten de zaden als het goed is hier in de voorste. Even kijken. Ja, nou, hartstikke idee. Dacht ik snel. Niet in spitten in elk geval. Hè? Dat is een schudden. Oeps. In buren. Ja, la la la, ja, la 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 la. Zo, gaan we weer. Hoppa. Pak weer vol. Vol aan de arbeid. Lekker man. Jam, bam. En ik hoop dat jullie het ook een beetje leuk vinden. Aangezien ik dit ook nooit echt doe. Ik denk, ach, weet je wat. We doen het eens een keer bij tussen. Deze werkzaamheden. Ik ben eigenlijk dan wel benieuwd. Ja, vind je dat leuk om een beetje te bekijken hoe het in zijn werk gaat en zo. Of juist helemaal niet, dat kan ook natuurlijk. Dat doe ik ook vaak wel onkruid spuiten en zo. Onkruid verdelgen dus. Neem ik eigenlijk niet op. Maar stel dat je dat wilt zien, laat het in mijn reacties weten. Even een berichtje onder deze video, zeg maar. En dan kan ik het eventueel ook nog... Oh, wacht, zijn mijn gewichten aan de grond toe. Dan kan ik dat ook gewoon gaan opnemen als jullie dat wel interessant vinden. Ik gebruik meestal de mooie John Deere sproeier. Er zijn sporen alles erop en aan. Gaat alleen sproeien. Gaat het kraantje alleen open als hij onkruid detecteert, zeg maar. Dus je bespaart een enorme hoop aan onkruidverdelger. Ja, is geen grapje. Dat is allemaal winst. Hop. Af en toe even net doen zoals ik heel goed racen kan. Hoort er ook bij. Ja. Heeft ook zo'n goede zijn sharpness. Ja hoor. Dan gaan we aan de andere kant beginnen. Zoals het eigenlijk een beetje bedoeld was. Maar ja, Dream Team die begint soms. En dan heb je er helemaal niet bij nagedacht, hè. Overkomt de beste. Zo zie je maar, het is mij ook overkomen. Ja, uitklappen. Ja. Hier goed. Waar lampjes kunnen uit. Padam, pam, papam, papam. En dan gaan we achteruit. Wat rijdt dat? Akelig af en toe. Maar dat heeft allemaal niks, want we krijgen het voor elkaar. Alladie. Zo? Nou, kijk eens aan, wat mooi. Moe man, BBS zit er weer bij aan. En broers met dat apparatuur. Lekker man. Laat hem maar eens goed gebruikt worden. Deze prachttrekker. Ik ook alweer 4 uur op zitten. Ah, ik ben bezig met de trekker die. Donders. Werkte schitterend. En zo, lekker man. Dat gaat weer hartstikke mooi. Ik heb de bonazies al in beeld. Een stageloper heb ik hem opbeld. Wanneer ze hem tijd hadden, kunnen wij eens even met elkaar dat grasveld aanpakken. Voor de, ook in de bunker bij de BGA, hè. Want dat ding moet ook geregeld worden, dat het weer volkomt, hè? Dan kan dat weer allemaal verwerkt worden. Allemaal dingetjes, ja, het moet hem gebeuren, hè? Dat wil je mooi met de hele bende doen, de hele Bona Show. Joh. Hartstikke mooi, ja. Of niet dan?
Ja, vind ik wel. Ja hoor. Ik vind schitterend. Ik heb een met mijn gander op één perceel aan de hang. Daar rook ik een stuk sneller. En het is altijd even leuk en gezellig, hè? Ja. Kijk, oude hoeren en zo, een beetje zeuren en zo. Leuk man. Humor in de groep. Lekker, lekker, lekker. En dat zo gezamenlijk op de trekker. Ja, zo is het ook nog even. Hoppatee, een lekker slokje water. Doe de mens goed. Is goed voor de lijn. Ja. Daarom gebruik ik GPS, is nog beter voor de lijn. Huh? Heb je altijd een goede lijn? Ja, ik brabbel wat. Ja hoor. Het overkomt je, hè. Ja, zo gaat die goed. Zo, en weer een maandje. Dan zetten we hem weer in de volgende. Ah, en voor het weet, dames en heren, is dit veldje ook alweer helemaal tip-top in orde. Dan denk je van, potverdorie. Ik weet nou waarom er Dream Team is. Tja. Echt waar. Joh, dat geeft niks. Hartstikke mooi, ja. Hè? Hoppa. Ik heb tot aan jullie. Even kijken daar. Ah, wat lief. Hij doet het naar zijn kijkers. Leuk man. Hier. Pam. Oh ja. Is dit toch machtig mooi? Dat gaat weer mooi. Het laatste strookje. Eén laatste zelfs, dan een klein stukje. En dan is dit ook alweer klaar. Dus kopakketje nog even doen. En dan, och mijn jongetje, kunnen we lekker aan de koffie. Lekker, lekker, lekker. Ik heb geloof ik nog een beetje koffie. Net of het er zo over hebt. Ach, poffedikkie, nee. Ik heb het al op. Wat jammer. Nou, dan doen we het anders. Klokje water. Gaatje. Zo. Nou, mooi man. Dat ging dan weer prachtig mooi. En met heel plezier is straks weer mooi klaar. Ja, mooi bijling. Zo voor de winter aan, hè. Hartstikke mooi. Komt weer mooi veel gras af voor de koeien. Dat is top. Oh man. Dan hebben we de boel straks weer lekker aan de loop. Heerlijk. Een miljoenenbedrijf. Ja hoor. Ik zal eerst deze kant naar hem gauw meenemen. Eerst maar een klein stukje. Oh, slootje. Goed kieken. Before you het weet. You are ligging in de sloot. En ja, and then you have all the inside very nat. En dat mag nooit. It will say blub blub. Dat was mooi, dan gaan we daarin het laatste stukje doen. Bam, bam, bam. Oh. Rustig. Maar Fox wil niet, jong. Zo. En is daar soms in de meer aan langs broezen. En dan is dat weer klaar. Nou, doen we dat dan weer machtig mooi, dames en heren. Komt een dag, dan zijn wij de echte pro-farmers. Maar, ondanks dat we dat nou nog niet zijn, ik vind het prachtig mooi gaan. Hey. Of niet dan? Zo, het zonnetje erbij, kieken van plaatjes. Heerlijk.
Genieten. Moe man. Echt wat een charme slekker. Ok, een boompje aan. Oh, geen knopje. Dan doen we het wel even zo. Ja, we willen net zo ver hebben. Ja, rijden we een rondje. Dat is niet helemaal zoals het hoort, maar... Dat is niet alles. Dat moet toch even gebeuren hier. Dan zetten we hem daar in aan. O ja, zeker. Ah, kijk, dat dacht ik al. Ja, mooi. Zo, kijk. Zijn we hier. Echt waar, geen geintje of zo. Nee hoor. Dit is echt de waarheid. Zo, spannend. Ondertussen. Zo. Ah, vandaag heb ik het helemaal fout gedaan. Ik had eigenlijk met deze machine, een tip eigenlijk voor de kijker dan. Moet je eigenlijk de koppak en de wendakker zeg maar vooraf doen, één of twee keer ervoor langs. En dan moet je hem daar steeds weer op aanpakken. En dan heb je niet wat er nou gebeurt, dat hij stukjes niet meepakt. Qua textuur. Het gras is er verder wel goed om, want daar niet van. Alleen hij is dan niet ingezaaid, want hij ziet hem als al gewalst. Waardoor hij hem dan niet meer pakt. Dus klein tip, ik was het zelf vergeten. En nou ja, ik ben al zover. Ik laat het voor wat het is, zeg maar. Maar in principe, eerst koppakkers doen met dit apparaat. Tenminste, uit mijn eigen ervaring dan. Want dan heb jij gewoon de koppakkers al gedaan. En dan zet je hem daar steeds op. Hier. En dan op de die kant op heb je niet dat je dit soort dingetjes krijgt. Omdat het valswiel achterop zit, drukt hij net even dat rookje aan. Waardoor hij hem als gewalst ziet en dan... als normaal zuur moet gewalst worden en geploegd. Maar... Ik ben er waar. Geeft niks. Op het idee. Het is weer gefixt, dames en heren. Maar op die manier werkt het dus een beetje. Tenminste, heb ik zelf eerder wel gedaan. Nou heb ik het niet gedaan, waarom weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik bedacht het maar later pas, dus ja. Dan ben je al te laat, hè. Sorry. Ik heb druk. En ja, als je het op die manier doet, dan komt het allemaal voor de bakker. Zo is het. Gezellig, hartstikke mooi. Gratis tip. Tip van de dag. Lekker man. Zo, gaan we dit weer naar huis brengen. Het is echt waar. En dan hebben wij weer tijd voor een bakje plua. Een bakje koffie. Ja, er altijd in. En dan gaan we zien kijken waar ik dan weer mag uitspoken. Ja. Ik heb er nou in ieder geval al weer zin in. We zijn ook momenteel druk bezig met Construction Simulator. Ook een pracht game moet ik zeggen. En ik heb het idee dat jullie het ook wel leuk vinden. Niet iedereen natuurlijk, maar een grote deel vindt het eigenlijk ook nog wel leuk. En dat verbaast me wel, vind ik eigenlijk ook nog hartstikke mooi. Ja. Ik ben wel blij mee. Maar ik vind het zelf nog wel leuk om te doen ook. Dus, oh. Dus, het dubbel op, hè. Win-win, zeg maar. Jullie vinden het leuk, ik vind het leuk. En we hebben extra video's, meer afwisseling. Hoe is het ook nog hem weer? Didi. Zo zijn we weer zu Hause. Ja, waarmee we in de waskabinet. Pom pom, padam padam. Doe iets. Oh, maar ken. Wordt het dak in bedicht. Dicht, lampjes kunnen nooit. Keugels erin moet. Die is dicht. Die moet dicht. Die kan omhoog. Die open. Een trekker doet. Ken ik de route. Oeh, is deur hem dit? Dan ik alles nat binnen. Zo, eens even kijken hoe het hier binnenin ligt. Oh. Ik wil hem spuiten door. Ook even schoenen maken, hè.
Zo mensen, mij zit er bijna weer op. We maken dit nog even schoon en dan in de tussen klets ik nog wat raak. En dan, ja. Hoop ik dat we de volgende keer weer wat leuks mogen gaan doen en dat wij elkaar weer kunnen treffen. Komt vast allemaal wel weer goed. Ja hoor. Ik kijk er alweer naar uit en waarschijnlijk jullie ook wel, denk ik. Dus, ja. Oh maar, holy moly. Probleem. Uh-oh. Hou in hem in. Mijn achteraan ziet nog los. Oeh, wat. Zo. Nou, kunnen we weer verder. Zo. Oh man. Dikke prima. Dikke doemen. Hartstikke mooi. Jouwe. Schitterend. Ja. Dit nou heb ik hier. Dikke luchtballon. Hartstikke mooi. Zo. Daar er weer mooi bij. Weer hartstikke schoon. Ik klak klok. De klep weer dicht. Hou je klep. Hoe zelf je klep? Waar is een kruisje? Daar. Hoppatai. Mooi. Dames en heren, dit was hem. Weer op. Boel is weer schoon. Werk is gedaan. Hartstikke mooi. We zijn toppers. Knal die duimpjes weer omhoog. Als je de video leuk vond. Niet verplicht. Wordt wel gewaardeerd. En als je nieuw bent, kun je gratis onder de video. Hieronder zeg maar. Een rode knop. Kun je hem klikken. Dus abonneren. En dan krijg je ook melding uit het belletje aanklikt. Krijg je melding als ik weer live ben of iets geplaatst heb op YouTube. En dan ben je bij de familie. Hoe mooi is dat? Maken we er samen een grote familie van. Hartstikke mooi. We gaan al mooi richting de 600. Waar ik nog steeds versteld van sta. Hartstikke mooi. Wordt gewaardeerd. Echt. Mijn dank is groot. En ja, zo is het gewoon. En dan zou ik zeggen, dames en heren. Blijf gezond. Bedankt voor het kijken. Oftewel bedankt voor alles. En we gaan elkaar de volgende keer weer zien. Hier komen nog wat video's in beeld. Dat is goed als twee stuks. En dan mensen, nogmaals. Hartstikke bedankt. En tot de volgende keer. Bye bye. Bye bye. Doei.